Ik ben Wessel, 21 jaar, eerstejaars student ergotherapie en we staan vandaag in het praktijkhuis. Als ergotherapeut vind ik het belangrijk dat je sociaal bent, dat je kan praten met mensen en kan luisteren. Ook is het belangrijk om flexibel te zijn in je werk en je moet kunnen samenwerken. Op dit moment zijn we bezig met motiverende gespreksvoering. Hierin gaan we met de cliënt in gesprek en proberen we de cliënt te motiveren en te helpen bij gedragsverandering. En op dit moment ben ik een vriend van mij aan het begeleiden die gemotiveerd wil worden om te sporten. Als ik later ben afgestudeerd als ergotherapeut, zou ik graag in het ziekenhuis willen gaan werken. Voornamelijk op de neurologieafdeling, omdat ik de hersens heel interessant vind. Of in de revalidatie, omdat ik het mooi vind om mensen te begeleiden weer naar een zelfstandig leven.